Het is weer tijd om bij te praten over het werk van de politie in Schiedam. Zo was er afgelopen woensdag in de stad een grote actie tegen ondermijning. Ook meldt de politie een toename van het aantal meldingen van woninginbraken in met name het Oranje Kwartier en de Nassaubuurt. En daar wilde jij het dus eventjes over hebben, over die inbraken. Ja, er was nogal wat ophef, ja. Over het feit dat er heel veel inbraken waren in de Oranjebuurt en Nassaubuurt. Wil ik een klein beetje nuanceren. Wat je ziet, we hebben een aantal wijkagenten in Schiedam. Iedere wijkagent verantwoordelijk voor zijn eigen gedeelte. En iedere wijkagent wil in ieder geval zijn burger erop wijzen dat er zaken spelen. En dat we er oog voor moeten hebben, zeg maar. Ja. En met name ook een stukje preventie. Nou, wat je ziet is dat er op een gegeven moment geroepen wordt 13 inbraken in het Nassau-kwartier. Dat lijkt natuurlijk wel heel veel. En natuurlijk is iedere inbraak één te veel. Alleen, we praten wel over een periode van begin januari tot nu. En is het logisch dat de wijkagent zich daarna wijst, zeg maar, naar zijn stukje gebied. Als je gaat kijken naar afgelopen jaar, 2018, dan hebben we een afname van de hoeveelheid inbraken. Dus dat scheelt best wel aanzienlijk. Alleen, nogmaals, de wijkagent is ermee bezig, wil mensen erop wijzen, is bezig met een preventieve actie. En benoemt dit gewoon. Ja, en dat wordt dan opgepikt door de media natuurlijk. Kan je cijfers noemen? Cijfers. Kijk, weet je, ik heb even bij ons in de systemen gekeken. En dan, ik vind cijfers altijd heel lastig. Ja, okay. Daar heb je speciale afdelingen voor. Maar ik durf wel te zeggen dat het met 30% is afgenomen in vergelijking met het afgelopen jaar. Alleen is er wel een toename, juist in dat gedeelte waar de wijkagent over spreekt. Okay. En vandaar dat het nu even in het nieuws komt. Van, in Oranjebuurt moeten we even in de gaten houden. Want er zijn meerdere inbraken als wat we gewend zijn. Okay. Wat gebeurt er dan? Dan komt er een offensief. Aantal acties komen er. Hier zag je toevallig een hele mooie actie waar een wijkagent voor verantwoordelijk is. Die zegt van, we gaan aan ondermijning werken. Ja. En we zorgen ervoor dat Schiedam in ieder geval wel ziet dat we met z'n allen met een aantal netwerkpartners aan de slag gaan. Want dat zijn grootste scheepse acties, hè? Ja, dat zijn acties waar meer dan 100 mensen aan meedoen. Op de foto's, op het filmpje zag je net, de Marge, de Belastingdienst, naturalisatiediensten, politie, toezichthandhaving. Er is van alles. Iedere afdeling heeft zijn verantwoordelijkheid. Daar komen altijd hele leuke resultaten uit. En dan pas zie je, op het moment als je zo collectief bezig bent, hoeveel je van de straat afhaalt op één avond. Op één avond, Het zou eigenlijk elke avond moeten doen, is dan dat er gezegd wordt. Maar dan krijg je weer zo'n gevoel van de politiestaat. Dat je alleen nog maar blauw op straat ziet. Wat meer blauw kan geen kwaad natuurlijk. Dat pretenderen we ook met z'n allen. Alleen, eens in de zoveel tijd, een steekproefsgewijs. Vorige keer was het in West. De volgende keer is volgens mij Nieuwland. Okay. En dan is Centrum weer een keer aan de beurt. Zo roleren jullie. We. En we geven daar natuurlijk geen tijdstippen voor. Hè. Nee. Dat valt in één keer. Dat is wel jammer, Bernhard. Jammer, hè? Even zijdelings met jou over wil hebben. En dat was nogal wat reuring in de stad. En ik wil toch nog eventjes benoemen. Het gaat over die coffeeshop waarvan ze van plan zijn om die in West te gaan openen. Ik dacht dat het in de West was. Vlakbij scholen, vlakbij. Hoe kijk jij daar? Hoe kijk jij daarnaar? Die locaties van die coffeeshops zo vlakbij een school. Laten we het maar even algemeen. Kijk, er komt op een gegeven moment een aanvraag. Hè. Vanuit de gemeente wordt gezegd van er is in principe nog ruimte voor één locatie. Want er is volgens mij wettelijk vastgelegd dat je zoveel binnen een gemeente mag hebben. Hoe dat precies zit, weet ik niet. Nee. Maar vervolgens zijn er een aantal mensen die zeggen van dat is een goede manier om je centen te verdienen. Dus wij stappen in dat gat. Dan worden er een aantal locaties bekeken. Er komen dan wat aanvragen binnen van diverse locaties. En die komen dan uiteindelijk bij diverse afdelingen terecht. Waaronder ook bij de wijkagent. En een wijkagent mag daar dan iets over roepen. Ja. Nou, ik heb er bijvoorbeeld ook een gehad. En ik steek het niet onder stoel of banken. Daarom vragen we je. Wij hadden bijvoorbeeld een aanvraag op de Boterstraat. Waar we er vroeger al een keer één hebben gehad. En dan was er ook eentje op de Rotterdamse dijk.
Niet mijn wijk, maar dan zeg ik wel van ja, misschien niet mijn wijk, maar wel heel dichtbij. Ja. En als ik dan ga kijken in het stukje gebied wat ik heb, dat is het centrum in mijn geval, dan heb ik er al twee. En moet ik er dan nog één bij hebben in een straal van 400 meter. Ja. En nou, dat mogen duidelijk zijn, zo'n zaak, je verdient best wel wat centen, maar het trekt toch ook wel een bepaald publiek. Niet allemaal natuurlijk, maar het trekt wel iets van de ellende. Nou, als we nou even kijken over de Boterstraat, om even een mooie zijstraat te noemen, vlakbij een verkeersslicht, doorgaande route, twee keer per dag ook een sluiproute naar andere wijken. Nou, mensen die een jointje komen halen, die zetten niet hun auto in de parkeerdek. Nee, die zetten hem even voor de deur, rennen even naar binnen, willen eigenlijk niet gezien worden, gaan vervolgens weer weg. En dat geeft op een gegeven moment overlast. Ja. Nou, zo heeft iedere wijkagent heeft daar zijn idee over. En uiteindelijk gaat er een advies vanuit ons in de richting van de gemeente. En dan is het aan de gemeente om aan te geven van gaat het wel of gaat het niet gebeuren. Ja, de bewoners zijn een handtekeningactie gestart. Omdat ze toch vinden van ja, dat gaat toch wel voor overlast zorgen. Wordt daar rekening mee gehouden? Ik ga er vanuit van wel. Ja. Ja, het zal toch niet zo zijn dat alleen maar de politie daar een advies in mag geven. Ik ga er vanuit dat de gemeente of dat de bewoners er iets van mogen vinden. Ja. En dat we daar rekening mee moeten houden. Ja. Daarnaast zit je natuurlijk wel heel vaak dat er ook wel landelijke wetgeving is. Ja. En de gemeente kan niet zomaar zeggen van we stappen er zomaar vanaf omdat de bevolking het niet wil. Not in my backyard krijgen. Nee, dat is natuurlijk wel even een ding. Dat is hetzelfde met horeca. Hè? Dat er ergens een horeca-onderneming komt waar sommige mensen niet blij mee zijn omdat er meer mensen komen, omdat het in de weekenden wat meer overlast geeft. Dat spreekt voor zich. Maar het kan niet zomaar zijn dat op voorhand dat dan afgewezen wordt. Nee. Want als zo'n ondernemer zich houdt aan een aantal regels, dan kan je het in principe niet afwijzen. Nee. Toch? Dat maakt het lastig. Vakantie komt eraan. Ja. Altijd weer voor de inbrekers een gouden periode. Ja, we hebben twee periodes, zeg ik altijd maar, waarin we extra moeten opletten voor onze spulletjes, onze woningen. De donkere dagen, dan hebben we uiteindelijk ook onze donkere dagen offensief. Ja. Waarbij een aantal zaken uit de kast worden gehaald. En dan hebben we de vakantieperiode, waarbij iedereen heel druk bezig is met hun vakantie. En het moment dat we op vakantie mogen, en dat delen we zo graag mogelijk met iedereen. Maar ook dat wordt dan een dingetje. En vandaar dat ik ook zoiets had van, nou, ik wil met jou toch nog heel even de nadruk leggen op het feit dat mensen op vakantie gaan. En dat we een aantal professionals in onze gemeente hebben en erbuiten. Die zeggen van, hey, dan is het onze tijd. Dat biedt kansen. Ja. Ja, dat biedt kansen, hè, want wij zijn professional, maar zij zijn dat ook. En misschien even een aantal tips om dat te voorkomen. Ja. Even gewoon wat hele simpele dingetjes waar we eigenlijk niet aan denken. Hè. Als we op vakantie gaan en we staan op het vliegveld met een hele mooie koffer bij ons. En op die koffer staat een heel mooi labeltje waar u woont. Want ja, wat als u uw koffertje kwijt bent, dan is het toch wel fijn dat ze het koffertje bij u thuis brengen. Nou, er lopen natuurlijk een aantal van die figuren rond op Schiphol die ook dat koffertje van u zien. Die ook dat adres zien. Die zeggen van, hey, mensen op dat adres zijn lekker op vakantie. Okay. En kunnen vaak zelfs nog op het labeltje zien waar u naartoe gaat. Hè, naar de Caribbean, dat is hartstikke mooi. Dus dan bent u de komende twee weken niet thuis. En dan gaan we ons slag slaan. Nou, dat is wel even heel ver gezocht. Maar het is wel een van de dingetjes. Ja. Daarnaast melden we het op internet, hè, aan al onze vrienden. Ja. En al de vrienden van onze vrienden. En de vrienden van onze vrienden van onze vrienden. Want daar waar wij denken dat we alleen maar openstaan voor onze vrienden, is dat natuurlijk nooit het geval. Want op het moment als u op internet plaatst dat u lekker op vakantie bent, dan kan iedereen daarvan meegenieten. En ook dan gaat men proberen bij u thuis in te breken. Nou, dan denken we aan een heleboel mooie dingen. De buren die gaan netjes de post bij u thuis even op een stapeltje leggen. Die zorgen ervoor dat alles netjes is opgeruimd. En als de inbreker bij u naar binnen kijkt, dan weet hij al, want hij is de professional, dat het zo netjes is daar en dat de post zo netjes opgestapeld, door de brievenbus kijkend, op de trap ligt, dat u niet thuis bent. Dus probeer er in ieder geval een beetje voor te zorgen dat het nog een beetje levendig is bij u thuis. Een lampje die brandt misschien op verschillende tijden. Laat een kopje koffie op tafel staan, zodat men toch het gevoel heeft dat je thuis bent. Ja. En nogmaals, u vraagt vaak ook aan de buren om te kijken van, gaat het nog allemaal goed bij ons thuis? En de inbrekers zijn slim. Die plakken een vloedje op uw deur, precies op waar de spleet van de deur loopt. En die kunnen dan zien als 7 dagen lang dat vloedje heel blijft, dan is er niemand thuis. Dan kunnen wij naar binnen.
En dat kan een vloedje zijn, dat kan ook iets anders zijn. Dus hou daar rekening mee op het moment als u bij uw buren de boel controleert. Daarnaast is het natuurlijk altijd wel handig dat u iemand heeft die bijvoorbeeld een sleutel heeft, een sleuteladres of iemand die u van dienst kan zijn, dat mocht het nou toch zover zijn, hè, mocht het nou toch ingebroken worden, dat wij als politie kunnen helpen, zeg maar. Nou, vraag dan je buren dus ook vooral om even een oogje in het zeil te houden. Is tegenwoordig wel lastig, hè? Met name als je, ik noem maar even Groenoord woont en woont allemaal hoog. Sociale cohesie is daar toch weer iets minder als in de straten waar alles laagbouw is. Hè? Waar de overbuurvrouw precies weet wanneer u er bent en wanneer u niet bent. Dat is bij mij altijd het geval, hè. Mijn buurvrouw weet alles van mij. En vroeger was dat gewoon, hè. Dan hadden we de oudere mensen, zeg maar, die lekker met pensioen waren. En die wisten dat ook. Precies. Nee, maar die weten alles en er hoeft maar dit te gebeuren en die hangen aan de bel. Maar ja, dat is tegenwoordig toch anders. En dat is toch wel wat lastiger. Nou, dan kijk ik even op mijn lijstje. Ja. Wat hebben we nog meer? Ik vond die auto wel een leuke tip. Dat je af en toe even de auto van je boer moet verzetten. Dat zou kunnen. Niet iedereen vindt dat fijn, hè? Nee. Maar goed, ik zeg altijd maar zo van verplaats je auto even een stukje. Vraag aan de buurvrouw als je een goede buur hebt van joh, zet de auto even twee plaatsen verderop. Dan lijkt het net alsof je thuis bent en dat de auto dan verderop staat. Dat zou een tip kunnen zijn. Als je auto voor de deur staat, zorg ervoor dat er niks meer in ligt. Nou, we hebben van allerlei leuke dingen. Er wordt heel veel geld uitgegeven aan posters en dingen. Ik zal hem heel eventjes van, ik hou hem even bij jou. Ja. Heb je hem? Ja. Oké, van laat vooral... Haal je waardevolle spullen uit de auto. Het is nooit slim om waardevolle spullen in je auto te leggen. En als je kijkt in het afgelopen jaar hoe vaak er ingebroken wordt om spullen eruit te halen. En dan praat ik met name over, zonnebril is niet meer zo interessant als vroeger. TomToms hebben we steeds minder, maar het blijft nog wel interessant. Want laten we eerlijk zijn, de nieuwste TomToms kosten toch gauw even 300-400 euro. En worden goed verkocht voor een tientje of vijf. Hè? Ja. En dan mag u weer een nieuwe aanschaffen. Maar tegenwoordig ook, airbags worden al gejat, want die leveren geld op en de ingebouwde zaken. Zorg ervoor dat er in ieder geval niets in ligt. Zo kan ik nog een uur doorgaan. Ja, dat begrijp ik. Misschien voor de volgende keer. Maar let vooral op je spulletjes en zorg dat het een beetje, geef af en toe een feestje, laat de buren een feestje geven in je huis. Dat bijvoorbeeld, of je kinderen. Of de kinderen. Laat ze even door je huis heen gaan. Oei, dankjewel Alex. Ja, graag gedaan.